Voetbal, dat is een mannensport. Dat hoef ik niemand uit te leggen. Maar rugby, dat kan je in Nederland veel beter de vrouwen laten doen. Jullie spelen sevens en dat is dat anders dan het rugby wat ik wel eens op tv zie. Ja, dat klopt. Sevens is de kortere variant, 2 keer 7 minuten. En dat is ook dus de sport die nu Olympisch is geworden. Wat mag wel en wat mag niet? Nou, je mag wel tackelen, dus dat ga je wel meemaken. Je mag de bal wegkicken. En je mag alleen maar iemand tackelen als diegene de bal heeft. Moet ik bang zijn als ik met jullie ga meespelen zo? Nou, dat denk ik wel, ja. We zijn eigenlijk, doe net of je deze kant op gaat en dan step ik. Wat is dit voor sport? Hoe vaak spelen jullie tegen mannen? Nou, we oefenen zeg maar in het jaar door spelen we tegen jongens die 15, 16 jaar zijn. En daar oefenen wij tegen. Dat zijn die echt sloop je ook helemaal? Ja, dat gaat echt hard tegen hard. Dat is echt heel erg leuk om te spelen. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, ik vind het geweldig. Ik schrijf me gelijk in. Jongens, Inge! Hey, we zitten aan mijn ballen. Oh, ja! Ja! De Nederlandse rugbydames spelen het spelletje Sevens. En dat betekent dus dat je op dit moment... Wat wil je nou? Moet hij weer over zeker? Fek erop. Hij moet wel eerst stuiteren, hè? Dus waarom moet hij eerst stuiteren? Ja, dat is bij rugby nou ja. Lul Hannes, daar heb je hem niet! Jij was niet zo wild dat ze jou maar op rugby hebben gestuurd. Van pak die maar eens een beetje aan. Beetje kalmeren. Nee, dat viel wel mee. Ik kom ook vanuit een andere sport. Wat moet er gebeuren om dat vrouwenrugby in Nederland op de kaart te zetten? Nou, door dit soort dingen. Publiciteit, promoten. Komt er ooit nog een keer een kalender of zo van het vrouwenrugbyteam? Nou, wie weet. Met mooie lingerie aan. Ik weet het niet. Ik kom uit de turnwereld. Uit de turnwereld? Ja, het is heel erg anders. Maar eigenlijk juist explosiviteit en de snelheid van de turnen van toen kan ik hier juist heel goed gebruiken. Wat zijn nou de gemene plekjes die je kan pakken bij je tegenstander om ze uit te schakelen? Eigenlijk alles. Je mag bijvoorbeeld wel een hand of in het gezicht geven. Je mag gewoon iemand een hand in zijn gezicht duwen. Gewoon een facepalm. Ja, om jezelf af te duwen. Je gaat flikvlakkend over het veld. Nou, als ik een trui heb gemaakt, dan maak ik natuurlijk even een flikvlak. Hè? Doe er eens eentje voor? Nee. Waarom niet? Ah, dan mag niet van de coach. Vlak voor het EK, dan raak ik geblesseerd. Wanneer is dat EK op Ameland? 16 en 17 juni.